De koersschommelingen komen mede doordat er te veel SRD's op de markt zijn, zei president Chandrika Prasad Santokhi vandaag in de Nationale Assemblée. Het beleid van de regering is er daarom op gericht om niet te veel SRD's meer op de markt te brengen. De staat moet uitgeven op basis van haar inkomsten, aangezien dit volgens de president ook invloed heeft op de koersontwikkeling. En niet jouw lopende uitgaven gaat financieren door middel van leningen en leningen en leningen en leningen en leningen. Wat gebeurd is afgelopen jaren, we moeten datgene uitgeven wat we aan inkomsten hebben. De economie moet in balans. Dus nogmaals, een andere factor is op het moment dat je lopende uitgaven gaat financieren met leningen, dan gaat dat ook invloed hebben op die koersontwikkeling. De voorzitter, we moeten ook ervoor waken, zoals ik net genoemd heb, dat je bij de uitvoering van je sociaal programma het op een zodanige wijze doet dat je niet daarmee ook meer SRD gaat inpompen in het systeem. Dus ook het sociaal programma moet heel zorgvuldig worden uitgevoerd. Dat je daarmee ook niet een trigger gaat creëren op de koers, meneer voorzitter. Het staatshoofd haalde verder aan dat er balans moet zijn tussen de exportopbrengsten en de uitgaven voor importen. Binnen dit systeem is er een disbalans ontstaan dat ook weer invloed heeft op de ontwikkeling van de koers. Feit is dat de exportopbrengsten meer moeten zijn dan de importen. En op dit moment is er geen balans daarin in het systeem. En daarvoor zoeken we die oplossing. Want er wordt wel geëxporteerd, maar die middelen komen niet daar, waardoor in ieder geval de importen gefinancierd kunnen worden. En daarvoor is die oplossing van de retentieregeling, dat een deel van het geld gaat naar importen van essentiële goederen. Meneer voorzitter. President Santokhi haalde aan dat het betalingsverkeer dat stroef verloopt, de illegaliteit van de valuta op de markt en onzekerheid over de waarde van de SRD allemaal maken dat de wisselkoers blijft schommelen.